met een nieuwe video. Hallo allemaal, Kast 2001 met een nieuwe video. Je kijkt naar de één na laatste etappe van de 8 van Bladel 2019. De combinatieploeg van Avanti en RTV De Bollenstreek heeft nog twee renners in koers. Hier zie je Roy Hoogendoorn de presentielijst tekenen. En ook ik doe nog mee. We moeten nog één halte overleven om de tijdrit te gaan halen die vanmiddag plaatsvindt. En dan ga ik mijn eerste 8 van Bladel uitrijden. Dat was het doel. En zoals ik al zei, ik moet nog één obstakel overleven. Vandaag staat de 90 kilometer lange omloop op het programma. Er staat een klein beetje wind, maar het grote deel is toch redelijk beschut. En dus hoop ik vandaag gewoon bij het peloton te blijven. Ja, veel renners staan al op grote achterstand in het klassement en voelen dus dat er wellicht een ritzegen in zit door middel van een vluchtpoging. Zo proberen hier Stijn Lambrink en Stijn van Lohuizen het, maar zij zullen later weer worden ingelopen. Peloton is weer heel compleet en ook ik zit er nog bij, maar echt makkelijk gaat het niet. Ik heb de afgelopen twee nachten heel erg slecht geslapen en kan sowieso niet echt goed tegen de inspanningen die ik gisteren en eergisteren heb geleverd. Voor mij is het echt een loodzware etappe waarin ik alles op alles moet zetten om bij te blijven. We krijgen de bel voor de laatste omloop en op kop is het hier Max Walker. De Brit staat maar liefst 2 minuten en 52 seconden achter in het klassement, maar heeft wel een hele mooie voorsprong van 40 seconden opgebouwd. Is dat genoeg voor de ritwinst? Nou, dat weet ik nog niet zozeer, want in het peloton wordt knijterhard gereden. Bijvoorbeeld ook door de mannen van Willebrord. Zij hopen de tweede ritwinst voor Olaf Kooi te halen. Ik heb helaas het peloton moeten laten gaan in de laatste paar kilometers. En dus zit een goede uitslag voor mij er helaas niet in. Dan kijken we hier voorop en dan zien we dat hij nog vooruit rijdt hoor. Jawel, Max Walker gaat hier de rit winnen. De man van Fensham House Must Design heeft een geweldige solo op een fantastische manier afgerond. En pakt hier dus de ritzegen in de derde en laatste etappe in lijn hier in Bladel. Dan krijgen we de sprint voor de tweede plaats. En we zien dat Olaf Kooi inderdaad weer de snelste lijkt te zijn van het pak. Dit keer dus goed voor een tweede plek. Robert Donaldson was de man op plek 3. En de vierde plaats gaat naar Ian Spenkeling. En hier
hier kom ik dan uiteindelijk binnen. In het wiel van Bart de Schepper verlies ik zo'n 42 seconden op het peloton. Maar dat maakt helemaal niks uit. Het klassement zat er vanaf dag 1 al niet meer in. Het ging er allemaal om dat ik de tijdrit in Bladel zou gaan halen. En dat is gebeurd. Ik sta in de top 100 van het klassement uiteraard. En mag dus van start gaan vanmiddag in die vierde etappe. Hier nog een keer de slow-mo van die sprint voor de tweede plaats. Wil ik graag nog eventjes Roy Hogendoorn daar uitlichten. Hier komt hij over de streep als 13e. Dat is natuurlijk een zeer knap resultaat voor de Avanti / RTV de Bollenstreek combi. En dan wil ik dit moment er nog even bij pakken. Hier is een gat gevallen in het peloton. Dat levert zo'n 6 seconden extra tijd op voor de mannen die hier over de meet heen komen. En uit de top 10 zaten daar Enzo Lijnsen, Finn Fischerbleck en Niels van der Gracht tussen. Hier nog eens de gehele uitslag van de rit. We zien in de top 15 daar ook onder andere Lars Homan staan. Mede dankzij goed ploegenwerk is hij vandaag niet echt in de problemen gekomen. Hier dan het klassement. Lars Homan breidt zijn voorsprong op Enzo Lijnsen nog eens met 6 secondes uit. En dan kan de eindzege hem in de 8 van Blabel eigenlijk nauwelijks meer ontgaan. De tijdrit is slechts 9 kilometer lang. En aangezien Lars Homan dat prima aan moet kunnen, lijkt het allemaal gespeeld. Maar voor het podium kan het wel nog heel erg spannend worden. Daar zijn nog heel veel kandidaten voor. En dan tot slot nog even de overige truien. We zien de blauwe sprinttrui voor Enzo Lijnsen. En die kan hem in ieder geval al niet meer ontgaan. In de afgelopen 3 etappes pakte hij de meeste punten in de tussensprints. En zo heeft de man uit Amstelveen in ieder geval al iets gewonnen. Dit was deze video alweer. Mocht je hem nou leuk gevonden hebben, doe dan nog even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, want dan ben jij er het snelste bij zodra die 4e etappe online komt. Graag tot dan, joejoe!